Kijk, melk, yoghurt. Hoe vaak per week eet je dan iets ongezonds? Dit heb ik dus letterlijk in 10 minuten klaargemaakt. Had ik zin in iets zoets? Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Na heel veel verzoekjes ga ik je weer eens een dag laten zien wat ik eet en wat ik drink. En ik zal daarbij veel van jullie vragen beantwoorden die jullie stelden via Instagram. Ik eet anders dan jaren terug, nu veel meer op gevoel. Ik noem het ja, soort van intuïtief eten, maar op mijn manier. Ik word er heel gelukkig van. Ik weeg eigenlijk niks af. Ik vertel als ik wel wat afweeg en waarom. En ik eet compleet op gevoel. Dus als ik honger heb, ga ik eten. En als ik genoeg heb, dan stop ik. En ik houd niet mijn calorieën bij. Ik heb dus ook geen idee hoeveel calorieën ik eet. Nou ja, ik ben diëtist, dus ik weet het ongeveer. Maar ik ben er totaal niet mee bezig. De ene dag is het veel meer dan de andere dag. Kijk maar gewoon mee. En ik vertel je zoveel mogelijk over wat ik doe. Mijn ontbijt maak ik een avond van tevoren. Ik krijg heel vaak de vraag, hoe doe je dat? Gezond eten met een kleine en met alles wat je er om me heen hebt, je bedrijf, alles. Plannen. En een van de dingen is gewoon makkelijk ontbijten of ja, handige manieren bedenken waarom het geen, waarom het niet veel tijd kost. Wat ik nu ga doen is een scheutje melk. Ik ga overnight oats maken. Daarom doe ik het een avond van tevoren, omdat het overnight is. Ik doe een scheutje melk in een bakje. Ja, hoeveel? Ik doe het altijd een beetje op gevoel. Maar ik zou zeggen 100 milliliter of zo. Ik twijfel nu of ik er yoghurt of kwark bij ga doen. Ik denk dat ik kwark doe. Want dan heeft Sven nog de yoghurt. En Sven vindt yoghurt lekker. Hoeveel kwark ga ik erbij doen? Ja, ook, ik zou zeggen 2 lepels. Nog een beetje meer. 2,5 lepel, 150 gram. Ik weet het niet. Dan een banaan. Die snijd ik door de helft en dan in plakjes erin. Ten eerste omdat die dan meer smaak afgeeft. En ten tweede omdat die dan minder plek inneemt in mijn bakje. En anders gaat het allemaal niet passen in mijn bakje. Goede reden. Nou, wat ik heel vaak doe bij banaan, is dat ik hem ongeveer tot zover erin snij en dan opeet. Waarom? Geen idee. Dan, overnight oats betekent oats, oftewel havermout, gaat erin. Ja, dit gaat natuurlijk helemaal niet zo om, terwijl ik het jou laat zien. Maar, ik denk 40 gram, 50 misschien. Ik vind het echt moeilijk in te schatten. Dit in ieder geval. En dan ga ik het even goed door elkaar roeren. Kijk. Melk. Yoghurt. Of kwark bedoel ik. Havermout. Banaan. En ik wil eigenlijk er nog een beetje extra smaak aan toevoegen. Dus ga ik op zoek naar de koek- en speculaaskruiden. Mensen vragen waar je dit koopt. Gewoon bij de supermarkt. Zo. Flinke theelepel zou ik zeggen. En wat ik ook nog in de kast vond toen ik op zoek was naar iets lekkers, was vanille extract. Dus ik ga een klein beetje. Zo, die zit strak dicht. Wacht even. Ja. Klein beetje vanille extract. Ik denk een half dopje of zo. Echt een paar drupjes. Oep, moet ook niet te sterk worden. En voor de goede vetten een beetje chiazaad. Gewoon pak ik een beetje zo en dat sprenkel ik erin. Oké, nog een beetje extra. Nog een keer. Chiazaad, als je dat laat staan, wordt het echt een soort van ja, slijmerig geheel, zou ik bijna zeggen. Maar dan klinkt het gelijk niet heel lekker. Maar ik vind het bindt de structuur een beetje. Dus ik vind het heel lekker in overnight oats. Dit roer ik door elkaar. En dan gaat het de koelkast in en neem ik het morgen mee naar mijn werk. Ik ga in de thumbnail waarschijnlijk een prachtig plaatje zetten van overnight oats. Maar ja, zo ziet het er in het echt uit. Maar ja, als ik dit als thumbnail zou doen,
dan zou waarschijnlijk niemand mijn video kijken. Dus daar ga ik een klein beetje vals spelen. Ik geef eerlijk toe. Ik heb mijn ontbijt dus nu meegenomen. Het is de volgende dag en ik ga het opeten. Het ziet er nu nog minder aantrekkelijk uit vaak. Maar het is wel heel lekker. Kijk, dit is uiteindelijk het goedje geworden. En het is dus echt heel stevig geworden. Mede ook door de chiazaad. Ik zal mijn lepel er even insteken. Kijk, het is echt heel stevig geworden. Maar ik vind het dus echt een heerlijk ontbijt. Je zou dit ook nog weer warm kunnen maken. Vind ik ook heel lekker. Maar ik ga zo aan het werk. Dus ik heb geen zin of geen tijd om... ik maak geen tijd om het even in de magnetron te doen. Dus nu... ik vind dat echt ideaal. Dat ik dan voordat Olivia... Of dat ik eerst Olivia naar de opvang breng en zo. En dan naar werk ga en daar ontbijt. Op deze dag had ik 's ochtends geen tussendoortje. Maar het verschilt dus echt per dag. Als ik er trek in heb, dan neem ik het. En anders niet. Vaak is het in de ochtend wel een voedzaam tussendoortje. Dus bijvoorbeeld een stuk fruit of een boterham of een handje nootjes. Of nou ja, zoiets. Want ik heb zelf... niet zo vaak zin in iets zoets of zo. Of in iets heel zouts in de ochtend. Maar ik luister dan dus echt naar mijn gevoel. Tijd om te lunchen. Deze heb ik ook vanmorgen. Of ook, nee. Deze heb ik vanmorgen gemaakt. Mijn ontbijt had ik natuurlijk gisteravond gemaakt. Ja, ik heb er gewoon heel wat in gegooid. Ik vind het altijd lekker om een beetje afwisseling te hebben. Dit keer heb ik een broodje met pindakaas, of een boterham met pindakaas, een boterham met kaas en nootjes, macadamia mix nootjes. Geen idee hoeveel er zijn, dat weeg ik dus ook niet af nu ik zo zie. Ik denk dat het 30 gram is of zo, zoiets. En komkommer. Dit eet ik op gedurende de dag. Ik werk thuis. Ik werk helemaal niet thuis. Ik zit op mijn kantoor. Maar ik ben vanmiddag rond, denk ik, 4 uur thuis of zo. Dus dan kan ik nog een snack nemen. Maar daarvoor niet. En daar heb ik dus rekening mee gehouden met de hoeveelheid die ik meeneem. Dat wisselt wel eens. Hier op werk hebben we ook altijd nog wel iets wat ik kan kopen. Maar ik wil eigenlijk altijd het liefst het meest meenemen. Dus dat is dit vandaag. Maar mijn lunch wisselt eigenlijk enorm. Al ben ik de laatste tijd wel meer van een boterham. Want ik vind mezelf een beetje donker. Maar ik kan dus ook gerust een warme maaltijd eten. Als lunch of een omelet. Of een salade. Of havermoutpap. Of kwark. Of een wrap. Of ja, dat wisselt. Al ben ik de laatste tijd vooral qua gemak ook van brood. Want dat zit gewoon eventjes nu in mijn systeem. Ik ben thuis en ik ben de kast ingedoken voor een snack. En ik kwam deze tegen. En daar heb ik echt heel veel zin in. Het zijn koekjes die Sven heel erg lekker vindt. En die er eigenlijk dus liggen voor Sven. Maar ik vind ze ook heel erg lekker. Er zitten 2 koekjes in. Dus deze ga ik lekker opeten als middagsnack. Even voor de duidelijkheid. Deze koekjes zijn niet heel voedzaam. Oftewel, er zitten niet zoveel waardevolle voedingsstoffen in voor mijn lichaam. Maar ik at ze echt omdat ik... trek had in iets lekkers en die koekjes spraken me heel erg aan. En dan vind ik het dus prima om te eten. Ik krijg heel vaak de vraag van hoe vaak per week eet je dan iets ongezonds. Dat is ontzettend verschillend. Soms maar 2 keer en dan wat grotere hoeveelheden. Soms iedere dag iets kleins. Ik houd het echt oprecht niet bij. Maar ik merk wel, als er een week is dat ik heel veel ongezonde dingen eet voor mijn doen, dan ja, natuurlijkerwijs heb ik dan de week daarna vaak zin om, of heb ik minder behoefte aan ongezonde dingen. Dat is ook wel eens niet zo dat ik een hele periode wat meer ongezonde dingen eet, maar ik probeer constant naar mijn lichaam te luisteren van waar heb ik echt behoefte aan. En de ene keer is dat iets heel voedzaams en de andere keer is dat iets heel lekkers of een combinatie daartussen. Het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Maar ik hoop dat het zo een klein beetje duidelijker is. Maar ik heb dus zeker geen regels voor mezelf. In het verleden heb ik die wel eens gehad, maar dat werkt gewoon echt niet voor mij. Ik merk juist dat als ik iets niet mag, dat ik het alleen maar meer ga willen en meer ga eten en eetbuien krijg. En ja, dat wil ik niet. Ik ben aan het koken voor mezelf. Ik eet alleen vandaag. En als je houdt van makkelijke, gezonde recepten. Ik vind het tenminste gezond. Pay attention. Ik ben hier paprika aan het bakken. Maar puur elk groente is prima. Hier ben ik aubergine heb ik gesneden.
Die gaat straks bij de paprika. Dan gaat er een klein beetje tikka masala kruidenpasta doorheen. Hier ben ik couscous aan het wellen. Dat is trouwens ook iets wat ik afweeg. Ik heb 70 gram couscous genomen. Omdat ik gewoon weet dat dat voldoende voor mij is. En anders vind ik dat echt onmogelijk in te schatten. En Sven had vanmiddag al 2 eitjes voor mij gekookt. En die gaan er dan uiteindelijk overheen. En klaar is je maaltijd. Zo, het mengsel van de groenten en de kruiden en het ei. En die heb ik dan op de couscous gegooid. Ik ga het lekker lui met een lepel eten. Dit heb ik dus letterlijk in 10 minuten klaargemaakt. En dat kan ik nog wel opbrengen. Ook als ik geen zin heb om in mijn eentje te koken. Of voor mezelf te koken bedoel ik eigenlijk. Op zo'n dag was het natuurlijk echt een valkuil geweest om te denken van ik heb geen zin om te koken, dus ik ga wel bestellen of ik eet iets makkelijks of nou ja, zoiets. En wat ik dan doe is echt bij mezelf nagaan van word ik daar echt gelukkiger van? En wat is een alternatief wat ik bijvoorbeeld in huis heb wat ik makkelijk kan maken? Ik zorg dat ik altijd eigenlijk couscous in huis heb, want dat hoef je alleen maar even te wellen en dan is het klaar. Volkoren couscous is dan een iets gezondere variant, maar ik heb eigenlijk altijd normale omdat ik die iets lekkerder vind. En ik heb altijd ei in huis en diepvriesgroenten en bijvoorbeeld iets van een currypasta of een kruidenpasta of anders sweet chili saus doe ik er wel eens overheen om smaak te maken of een ander woksausje of zoiets. Dus dan kan ik altijd zo'n maaltijd maken en voor mij werkt dat echt top. Maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere supersnelle maaltijden die je zou kunnen maken. Bijvoorbeeld met noedels vind ik ook altijd perfect. Of door te zeggen van ik kook voor meerdere personen en ik vries een maaltijd in. Zodat ik altijd een maaltijd kan ontdooien. Of bijvoorbeeld een maaltijdsalade doe ik ook wel eens. Niet het meest voedzame wat je kan eten. Maar ik vind het soms fijner dan bijvoorbeeld patat of een pizza. Want daar word ik gewoon niet per se heel gelukkig van. Heb je dat nou wel? Dat je af en toe zegt van nou ik vind het zo heerlijk als ik dan alleen ben. Gewoon een pizza te bestellen. En dat is echt een ultiem genietmomentje voor mij. Doe dat dan lekker en gun het jezelf en ga je er niet schuldig over voelen. Dat is denk ik een heel belangrijk thema. Als avondsnack had ik zin in iets zoets, maar niet per se in koekjes of zo. Dus wat ik heb gemaakt zijn aardbeien met een flinke lepel kwark eroverheen en echt heel wat honing. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit flink wat honing over. Lekker. Dit was wat ik die dag heb gegeten. Ik heb alleen maar water, thee en 2 kopjes koffie gedronken. Dus dat heb ik verder niet opgenomen. Ik heb deze dag geen chocola of koekjes of snoep of snacks of dat soort dingen gegeten. Omdat ik er dus niet echt behoefte aan had. Maar het had er prima in kunnen zijn. Maar ja, dat weet ik natuurlijk ook niet van tevoren op welke dag ik daar wel behoefte aan zou hebben. Maar dat komt dus ook heel regelmatig voor. Laten we dat duidelijk hebben. En daar ben ik dus helemaal oké mee. Ik voel me letterlijk nooit schuldig nadat ik iets gegeten heb. Ik merk dat sinds ik echt naar mijn lichaam luister en dat alles oké is, dat ik veel minder snel cravings heb naar bijvoorbeeld chocola of dat soort dingen. Ik kan ook ineens een blokje chocola nemen in plaats van een hele reep. Terwijl ik altijd heb gezegd van dat kan ik niet en dat kon ik ook niet toen ik mezelf heel erg beperkte in wat ik mocht eten. Dit klinkt misschien heel zweverig, maar geloof me, het werkt echt. Tenminste, voor mij en voor heel veel mensen merk ik bij de cliënten in mijn praktijk. Als jij het idee hebt van nee, dat is niks voor mij, dat is natuurlijk ook helemaal prima, want we zijn allemaal anders en voel echt waarvan jij zoiets hebt van ja, dit zou bij mij kunnen passen. Ik merk ook hoe ik eerder had paste in die tijd bij mij. Voelde ik me op dat moment goed bij. En nu past dit bij mij. Dus het kan ook echt veranderen, denk ik, in de loop der tijd. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Geef zeker even een duimpje omhoog. En heel graag tot in een volgende video. Doei doei!